Olivier en Margot willen graag een maatje voor hun hond Jenga, maar gaan niet over één nacht ijs. En daarom zit er maar één ding op. We gaan daten. Zeker. Okay. Ja. We gaan daten. Zij gaan daten, ja. Nou, zij denkt nog even... Je denkt, het komt wel. Het doel van dit programma is dus om mensen echt aan een dier uit het asiel te helpen. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel echt een heel erg mooi programma. Dat we dit gewoon doen en wat meer bewustheid daarover creëren. Ik vind wel dat jullie het ons wel erg moeilijk maken. Ja, hè? Van de drie van die prachtige honden. Het is heel lastig kiezen dit. Hoe moet ik nou kiezen? Ja. Gelukkig heeft Celine zelf ook wel wat met dieren. Maar dan niet zozeer met de standaard huisdieren. Ik ben wel echt reptielen fan. Ik vind slangen heel leuk. Ik vind hem heel mooi. En heeft een snor. Heeft hij een snor? Ja. Ik zie het. Ja, oh, prachtig. En een baard. En ook een baardje, hè? Een soort ringbaardje heeft hij. Ja. Maar het is geen ringslang, hè? Nee. En wolven vind ik heel mooi. Paarden hou ik heel erg van. Hondjes. Dus nee, ja, en ik leer heel veel van Piet, van al die dieren ook. Vind ik heel leuk. Ik heb een hondje, Gijs. Ben ik erg gelukkig mee. En ook twee goudvissen thuis. Heb jij ook twee goudvissen? Dat wist ik helemaal niet. Hoe heette die dan? Ik heb ze geen namen gegeven. Oh, goudvis zonder naam. Piet is in het echte leven dierenarts, maar gaat voor het programma ook op pad met de Amsterdamse dierenambulance. Kijk eens, Bram is mis. Oh, Bram is mis. Kijk, als dit de kat is die in die liftschacht zit, dan zijn natuurlijk... Ja, dan is het Brammetje. Dit vinden ze mooi, hoor. Ja, dit vinden ze mooi. Hij past niet. Hey, Bram. Hallo, lieverd. Hey. Och, gosh. Het kan wel zijn dat hij aangereden is, ja. Dat hij geklauterd heeft. Helemaal onder het stof ook. Hij is helemaal onder het stof. Ach, Brammetje. Zaterdagavond om 17:15 op SBS6. Beestengeluk, dus kijken.